We hebben ook nog een sportbericht. Voetbalclub KFC Strombeek, waardoor de gemeente Grimbergen niet langer erkend als lid van de sportraad. Dat komt omdat een deel van de trainingen nog altijd in het Frans verlopen. Bij KFC Strombeek voelen ze zich geviseerd. Ik sport, jij sport, wij sporten in het Nederlands. De boodschap aan de kantine van KFC Strombeek is duidelijk. En toch wordt er volgens de gemeente Grimbergen te veel Frans gesproken tijdens de trainingen. Dat bleek uit verschillende controles van de sportraad van Grimbergen. Er zijn bijvoorbeeld 7 trainers bezig. En als er dan 4 van de 7 bijna uitsluitend Frans spreken, dan nog 2 de 2 talen en 1 Nederlands, dan was dat voor hen onvoldoende. Wij denken niet dat dat helemaal juist is. De eerste keer dat ze bij ons geweest zijn, ben ik mee geweest. Ik heb een tour gedaan met de mens die een beetje de gemeente op dat vlak vertegenwoordigt. En ik denk dat er hij 2 gevonden heeft die geen Nederlands aan het praten waren op de training. Wij leggen de nadruk dat ze moeten alleen aan het praten. Dan geven ze natuurlijk ons het antwoord van jammer, ze verstaan het niet. Dus zeggen we, jammer, we leggen de eerste jaar in het Nederlands. En daarna past erbij voor sommigen als het moet. En dat is niet voldoende voor de gemeente Grimbergen. Daarom zet Grimbergen de club gedurende tenminste 1 jaar uit de sportraad. Een zware financiële klap voor de tweede provincialer. Die moet nu de tarieven betalen van een sportclub die buiten de gemeente Grimbergen ligt. Ik denk als wat ze nu betalen en tegen volgend jaar dat er iets is van een 5.000 euro in meer. Dus het zal in plaats van 5, 10.000 euro zijn. Bij KFC Strombeek voelen ze zich geviseerd. De club is van oordeel dat de schrapping uit de sportraad weinig effect zal hebben op de taalproblemen in de ploeg en bij uitbreiding de hele rand rond Brussel. Zijn wij mensen alleen, wij, klein clubje van rond Brussel, die dat oplossen, die dat moeten oplossen. Daar zijn toch andere mensen daarvoor, denk ik. Wij zijn, ik kom te zeggen, een schakel. En die schakel probeert zijn best te doen. Die vraagt ondersteuning en niet tegenwerking, in tegendeel. Dus wij vragen ondersteuning van de gemeente, wij vragen geen tegenwerking.